Een arbeidsovereenkomst kan nog steeds met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In principe kunnen werkgever en werknemer alle afspraken die zij zijn overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst opnemen. Wel is er op basis van de huidige wet en regelgeving een aantal belangrijke aandachtspunten waar zowel werkgever als werknemer op moet letten. In de eerste plaats zal een werkloosheidsuitkering voor een werknemer zoveel mogelijk moeten worden veiliggesteld. Dat kan door in elk geval de juiste grond voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kiezen. Daarnaast moet ook worden opgenomen dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij de werkgever is gelegen en dat de werknemer daarvan geen enkel verwijt te maken valt. Ook mag er geen sprake zijn van een dringende reden of een wettelijk opzegverbod dat verband houdt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 geldt er ook een bedenktermijn voor werknemers. Die bedenktermijn houdt in dat werknemers, als zij al akkoord zijn gegaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en zelfs nadat de vaststellingsovereenkomst al door de werknemer is ondertekend, toch binnen 2 weken een beroep kunnen doen op die bedenktermijn als gevolg waarvan de vaststellingsovereenkomst van tafel gaat. We noemen dat het ontbinden van een vaststellingsovereenkomst. Als die bedenktermijn van 2 weken niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, kan een werknemer zelfs binnen 3 weken een beroep doen op die bedenktermijn en daarmee de vaststellingsovereenkomst ontbinden. De werknemer heeft 1 keer in de 6 maanden het recht om van die bedenktermijn gebruik te maken. Voor werkgevers is het belangrijk dat er en onderhandelingsruimte bestaat om ook na bereikte overeenstemming alsnog tot een deal te komen op het moment dat de werknemer een beroep doet op de bedenktermijn. Daarnaast is het voor werkgevers belangrijk dat er uiterlijk in de eerste week van enige maand overeenstemming wordt bereikt over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer toch nog een beroep doet op de bedenktermijn van 2 weken of in het ergste geval 3 weken als het niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, kan alsnog diezelfde maand nog definitieve overeenstemming worden bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.